Goedemiddag allemaal. Welkom bij het webinar Digitale Veiligheid. Mijn naam is Marianne de Recht, beleidsadviseur bij VTUI en VTK. Toen wij benaderd werden met de vraag, doen jullie iets aan digitale veiligheid? Is dat een onderwerp wat op de agenda staat? Was ons antwoord ja, maar we kunnen er meer aandacht aan besteden. Het resultaat van ons antwoord op die vraag is dit webinar. En gezien de hoeveelheid aanmeldingen, ruim 270, is het een onderwerp wat in de belangstelling staat. We hebben dit webinar met meerdere organisaties opgezet en ik wil graag de mensen die straks een bijdrage leveren aan jullie voorstellen. En ik lees van papier op, zodat het goed gaat. Hermine Jacobs werkt als projectleider Veilig en Doordacht Digitaliseren voor de VEO en PO-raad. En daarnaast zit zij in de Raad van Toezicht van Kindercampus Blokhuis in Hoevelaken. Piero Gaar is senior adviseur cybersecurity bij Kennisnet. Hen heeft dankzij hun eerder werk bij Nationaal Cybersecurity Center veel expertise over digitale veiligheid. Jan Mensen is hoofd Financiën en Controle bij OSG Hengelo en zit in de Raad van Toezicht van VCO Oost-Nederland. En Arjen Geurts werkt als organisatieadviseur bij Bureau Wieling en is docent bij de opleiding adviseur en verandermanagement van de Haagse Hogeschool. In opdracht van de PO en VO-raad heeft hij een veranderstrategie uitgewerkt voor de bewustwording over digitale veiligheid bij schoolleiders en bestuurders en intern toezicht. Voordat we echt van start gaan, nog een aantal mededelingen. Het webinar wordt opgenomen en wordt later gedeeld. De presentatie wordt ook gedeeld. En vragen die jullie hebben, kunnen in de chat gesteld worden. Dan geef ik nu graag het woord aan Hermine Jacobs. Nou, goedemiddag allemaal. Wat Marjan net al vertelde, ik had eigenlijk ook naast jullie kunnen zitten, omdat ik lid ben van de Raad van Toezicht. En ik heb ontdekt dat wij met elkaar allemaal ontzettend belangrijk werk doen. En die belangrijkheid wil ik graag nog benadrukken door de hack waar Iddink mee geconfronteerd is ruim anderhalve week geleden. Het zal jullie vast niet ontgaan zijn welke gevolgen dat voor scholen, ouders en betrokkenen verder heeft. We praten vandaag vanuit het kader van het programma Digitaal Veilig Onderwijs. En wat is dat programma dan precies? Het is een samenwerking tussen onder meer Kennisnet, Sifon, PO en VO-raad met als opdrachtgever OCW. En het doel van het programma is dat we er naartoe werken dat we over een aantal jaren digitaal veilige schoolomgevingen hebben. En dat doen we via een aantal lijnen. Hierbij moeten jullie denken aan de lijn onderzoek, het normenkader en IBP. En natuurlijk het bijbehorende ondersteuningsaanbod, daarbij leveranciersmanagement en bewustwording en professionalisering. En als we het hebben over bewustwording en professionalisering, dan komen we aan bij datgene waar we vanuit de raden met name mee bezig zijn. Wij focussen ons op het bewust worden, het verhogen van die bewustwording, activatie en professionalisering van schoolbestuurders en schoolleiders op het gebied van digitale veiligheid. En waarom organiseren wij dan nu een webinar voor jullie, leden, raden van toezicht. Marjan noemde het net al, Arjan is hier ook aanwezig. En we hebben vorig jaar Wieling gevraagd om voor ons een onderzoek uit te voeren als het gaat over bewustwording. Maar met name ook dat we hebben gevraagd van als we kijken daarna, wat voor ondersteuningsaanbod zouden we daar dan bij moeten gaan ontwikkelen. Dat is ook naar voren gekomen, dat zien jullie hier op de sheet. We hebben bijvoorbeeld een leertraject regie op digitalisering, webinars, waar dit er dan eentje van is, artikelen, video's en ook praktijkvoorbeelden hebben we uitgewerkt. Nou, als ik kijk naar het leertraject, dat doen we samen met onze beide academies, PO en VO Academie. Veel samenwerking met Kennisnet en Sifon. En nu ook met de VTUI en VTK. Zometeen gaan jullie een voorbeeld zien van een van de video's die we hebben uitgewerkt. Daarvoor hebben we Jan Mensen van OSG Hengelo in deze studio. Hij neemt jullie mee waar zij mee te maken hebben gehad en kan ook heel goed vertellen wat dat betekent als je terechtkomt in een aanval. Ik wil jullie graag nog een vraag voorleggen en als het goed is komt die vraag nu in beeld.
Het begon bij ons met wat internetproblemen. Maar de problemen hielden aan. We dachten eerst aan een stroomstoring, maar uiteindelijk bleek we waren gehackt. We hebben heel erg snel een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld. En die stonden ook heel snel op de stoep. En vanaf dat moment had ik ook nog echt het idee, dit gaat wel goed komen. We stapten een klaslokaal binnen voor een overleg. En op dat moment stap je in een totaal andere werkelijkheid. Waarin alles qua regie van je wordt overgenomen. We waren volledig gehackt. Alle systemen en alle backups weg. Nou, dan zie je voor het eerst het dark web met daarop de eisen van de hackers op het scherm. En op dat moment breekt echt het angstzweetje aan alle kanten uit. De experts zeiden dat het minimaal een maand ging duren. Wat betekent dit voor de organisatie en de mensen? En in hoeverre word ik teruggeworpen als organisatie in de tijd? De impact op het onderwijs viel gelukkig heel erg mee. Binnen een zeer korte tijd hadden we weer een eigen wifi-systeem opgezet. En kon het onderwijs gewoon weer zijn doorgang vinden. Boven schools echter waren we behoorlijk getroffen. En daar lag alles eruit. En één geluk daarbij was wel dat het leerlingensysteem extern stond. We hebben een juridisch bedrijf ingeschakeld. En dat was nodig om ons te ondersteunen bij de melding bij de autoriteit persoonsgegevens. En hielpen ons bij de aangifte bij de politie. En vanaf het begin is er heel transparant gecommuniceerd. Het was nodig om het vertrouwen te behouden. Nou, het cybersecurity team heeft voor ons onderhandeld. En dat heeft geleid tot een overeenkomst. En dat was wel echt een lichtpuntje na dagen van onzekerheid. Het is niet duidelijk geworden hoe ze zijn binnengekomen. We zijn nu bezig met een awareness-programma voor onze medewerkers en onze leerlingen. En daarnaast hebben we segmentatie aangebracht op onze systemen om bij een toekomstig voorval de schade te beperken. Laat je leiden door experts, door mensen die weten waar ze het over hebben. Wij hadden de situatie best goed voor elkaar binnen de organisatie. Onderschat het niet. Jan, fijn dat je hier bent. Ik zou je een aantal vragen willen stellen. En tussendoor kunnen jullie ook via de chat vragen stellen. Daar komen we dan misschien zo nog op terug. En de eerste vraag is eigenlijk, nou, wat is jouw grootste les van dit incident als je nadenkt over het voorkomen van een dergelijk incident? Oh, de belangrijkste les die wij hebben geleerd is, denk vooral niet dat het jou niet overkomt. Het kan eigenlijk iedereen overkomen, zo'n hack. En het is ook vooral niet de vraag of je gehackt wordt, maar wanneer je gehackt wordt. Dat is eigenlijk hetgeen wat je het meeste ziet in de praktijk. Je kunt het ook vergelijken met de diefstal van een fiets. Van zorg ervoor dat je fiets op slot staat. Ja, dan is het beperkt. En heb je 3 sloten op je fiets, ja, dan is het risico veel minder groot dat je fiets gestolen wordt. En zo kun je dat ook zien met een hack. Heb je hem heel goed beveiligd, ja, dan is het risico wat lager. Maar ja, goed, het heeft wel zijn prijskaartje natuurlijk. Dat is de andere kant van de medaille. Ja. En hoe kijk jij naar de rol van de Raad van Toezicht op het moment dat zo'n incident zich voordoet? En goed, de Raad van Toezicht heeft in die zin twee rollen. Aan de ene kant de reguliere rol van de Raad van Toezicht. En in de reguliere situatie zorg je in ieder geval dat de ICT-omgeving en het IBP op de agenda komt bij de Raad van Toezicht. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste zaken. En breng dan in beeld op welke wijze de risico's ook voldoende gemitigeerd worden binnen de organisatie. En ik kan een aantal voorbeelden daarvan noemen. Je kan bijvoorbeeld je accountant vragen bij de interimcontrole of bij de eindjaarscontrole om daar aandacht aan te besteden. Ze hebben EDP-auditors in dienst en die kunnen daarover rapporteren in de management letter. Daarnaast zijn er ook externe experts die wat zaken kunnen onderzoeken. Ze kunnen bijvoorbeeld pentests organiseren. Eigenlijk zijn dat de belangrijkste zaken die je dan kan doen. Ja, en dit gaat heel erg. Dus dit was over de reguliere situatie. En ja. En tijdens zo'n incident, hoe kijk je dan? Want als Raad van Toezicht sta je toch op iets op afstand.
Er zijn grote risico's. Je hebt te doen met privacygevoelige informatie. Je hebt te maken met de informatie omtrent medewerkers, omtrent leerlingen, noem maar op. Dus daar zitten echt wel risico's in. Maar zorg dat ten tijde van een hack, dat je als raad van toezicht in ieder geval goed geïnformeerd blijft. Zorg dat je met de bestuurder in gesprek blijft. En dat hij je goed op de hoogte houdt van het incident. En zorg ook dat de bestuurder je meeneemt ten tijde van een hack in alle afwegingen en eigenlijk alles wat hij ten tijde van de hack doet, in welke stappen hij onderneemt, dat hij je daarmee verder helpt en als raad van toezicht heel goed informeert met waar je mee bezig bent. En als raad van toezicht is het van belang om ook even in te schatten van, heb je externe adviseurs die daarbij helpen? En hebben zij voldoende kennis en kunde om jullie goed te helpen? Dat is echt wel van belang. Dat zijn zaken waar je nu eigenlijk vanuit de raad meer op doorvraagt in de gesprekken met de bestuurder dan voor die tijd. Moet ik dat zo zien? Ja, zeker. Dan voor die tijd, juist omdat je een ervaring van zo'n cyberincident hebt meegemaakt. En dan leeft het toch veel sterker dan dat het in het verleden zou leven als raad van toezicht net. Ja. Ik heb nog een andere vraag. Staat een beetje los van dat incident, maar in voorbereiding op dit webinar hebben we best wel een aantal leden van de Raad van Toezicht gesproken en ook bestuurders van scholen. En veel mensen worstelen een beetje met de balans tussen aandacht en tijd voor de ICT en alle andere dingen die in de school gewoon van belang zijn, onderwijs. En hoe kijk je ernaar? Hoe bewaak je dat niet de balans doorslaat of naar de ICT of dat het juist te weinig aandacht krijgt? Ja, dat is een heikel punt natuurlijk. Ja, wat wil je als organisatie? Wil je een Rolls-Royce? Of wil je de Trabant als eigenlijk vergelijkbaar iets met je ICT-omgeving? En ja, uiteindelijk is het prijskaartje wat eraan hangt ook eigenlijk hetgeen hoe zwaar je als organisatie beveiligd wil zijn. Maar goed, dat kan niet ten koste van alles. Je hebt ook gewoon regulier onderwijs te geven als onderwijsorganisatie. En daar zul je toch een goede mix in moeten vinden. En een bepaald gedeelte van je lump sum vergoeding die je als onderwijsinstelling krijgt, ja, dat is beschikbaar voor ICT. En in de praktijk blijkt dat dat eigenlijk altijd te weinig is. Maar ja, goed, daar heb je als bestuur en als raad van toezicht toch met elkaar een grote opdracht om daar goed in te vullen. Ja, dankjewel. Fijn dat je hier een toelichting wou geven en ook wat wou delen over jullie ervaringen. Dankjewel. Graag gedaan. En dan geef ik nu heel graag het woord aan Pier Rogaar van Kennisnet. En zal een presentatie geven over alles wat scholen eigenlijk echt zouden moeten weten als het aankomt op digitaal veilig onderwijs. Dankjewel Arjan en welkom. Fijn om jullie hier bij ons te hebben, zodat we goed het gesprek aan kunnen gaan over digitaal veilig onderwijs. Ik ben Pie, ik werk bij Kennisnet en met u ga ik het hebben over wat er nu eigenlijk op het bordje van scholen ligt. Want dat is best wel een hoop. En in dit deel van de presentatie komt dus ook een hoop informatie langs. En daarom herinner ik mensen er even aan dat de presentatie inderdaad achteraf wordt nagestuurd. Dus u kunt het nog teruglezen, u kunt het ook terugkijken. En in mijn geval staan in de sprekersnotitie van de presentatie ook de belangrijkste punten die ik aanstip nog eens terug te vinden. Eerst ga ik praten over wat er aan scholen te doen is. En daarna ga ik naar jullie toezichthoudende rol kijken. En dan gaan we praten over hoe je nou de goede vragen stelt aan zo'n bestuurder. Hoe zorg je nou dat je tot de kern komt? Dat je niet met een kluitje in het riet gestuurd wordt. Nou, waar hebben we het dan over? Als we het hebben over IBP, bekende term, dan hebben we het over informatiebeveiliging en over privacy. En dat zijn twee onderwerpen die met elkaar verbonden zijn, maar ook subtiel verschillend zijn. Informatiebeveiliging kunnen we kort samenvatten als hackers buiten de deur houden. Privacy gaat over goed omgaan met de gegevens die over personen gaan. Privacy noemen we daarom ook wel gegevensbescherming. En die innige band die ze hebben in het onderwijs, die is eigenlijk alleen in het onderwijs zo, omdat er toch wel wat verschillen zijn. Op zich is het begrijpelijk dat die zo samengenomen worden, want er zijn wel degelijk raakvlakken tussen de twee onderwerpen. En ook
is het, ook is het op zich vaak zo dat de expertise daarover bij dezelfde personen in de organisatie ligt. Maar de systematiek is echt anders. En dat maakt dus ook dat het belangrijk is om ze ook apart te beschouwen. En wel is het zo dat informatiebeveiliging ook onderdeel is van gegevensbescherming. Daarover zo meer. Omdat privacybescherming al langer wettelijk verplicht is, gaan we het in dit webinar vooral hebben over informatiebeveiliging. En de privacy staat dus wat meer op de achtergrond. Want een belangrijke reden waarom we nu bij elkaar zijn, is dit. Het normenkader IBP funderend onderwijs. En dat normenkader dat beschrijft wat scholen te doen staat, voortgezet en basisonderwijs, om hun informatiebeveiliging op orde te krijgen. En het normenkader, dat is een verzameling van normen. En de informatie over hoe je aan die normen zou kunnen of moeten voldoen. En uiteindelijk, dat klinkt allemaal heel hoogdravend, maar het is gewoon een PDF die op internet te vinden is, bijvoorbeeld via digitaalveiligonderwijs.nl. Er staat op dit moment in het normenkader al uitgebreid informatiebeveiligingsnormen. Op het gebied van privacy komt daar ook een deel bij. En het informatiebeveiligingsdeel is niet zomaar voor het funderend onderwijs nieuw bedacht. Dat is overgenomen uit een model van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, de NBA. En datzelfde model is ook in gebruik in het hoger onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs. Op die manier streven we er dus naar om één model te hebben dat in het hele onderwijs van toepassing is. Als we nu even een stap terugzetten en kijken, wat moeten we nou echt doen? Wat is nou de essentie? Wat zegt de wet eigenlijk? Dan zien we dat er twee wettelijke kaders zijn om rekening mee te houden. En de eerste zal je niet onbekend voorkomen, dat is de AVG. Die bestaat sinds 2018 en die bevat normen voor privacy. Daarnaast is er het voornemen van het ministerie van Onderwijs om in 2027 nog een wettelijke verplichting te creëren. En die zegt, het informatiebeveiligingsdeel van het normenkader wordt dan wettelijk verplicht om toe te passen. En dat informatiebeveiligingsdeel, dat bevat ook normen. Die normen gaan over informatiebeveiliging. Zijn dat dan twee dingen die helemaal losstaan? Nee, want zoals we net zeiden, is informatiebeveiliging deel van privacybescherming. En dus zie je dat die normen voor privacy vereisen nu al zorg goed voor je persoonsgegevens en vereisen een veilige boel goed tegen hackers. Wat die AVG dus niet doet, is zeggen, je moet het doen zoals dit normenkader staat. De AVG houdt het algemeen. En die zegt eigenlijk alleen maar, je moet het goed regelen. Het normenkader is wel nu al een goede manier om aan die al bestaande verplichting te voldoen. Nou, kijken we naar dat normenkader en hoe het is opgebouwd, dan zien we dat het informatiebeveiligingsdeel is opgebouwd uit 15 domeinen. Nou, die 15 domeinen, die zijn zoveel mogelijk, sluiten die aan bij de organisatorische realiteit van een schoolbestuur. Want als je kijkt naar andere internationale normen, bijvoorbeeld de ISO-normen, die zijn vooral heel erg afgestemd op een papieren realiteit. Op alles mooi vanuit het risicomanagement beschrijven. Als je kijkt naar het normenkader, dat heeft gewoon één domein en dat gaat over personeel en organisatie. En een ander domein, dat heet security management. En dat is typisch iets dat bij de ICT-afdeling zal komen te liggen. Op die manier hebben we geprobeerd om dat inderdaad wat makkelijker volgbaar te maken. En elk domein bestaat dus uit meerdere normen. En die norm die heeft drie delen. De eerste is de normtekst. En de normtekst gaat over wat je moet regelen. Je moet dit regelen. Het tweede is het toetsingskader bij die norm. En dat is wat een auditor erbij zal pakken om te kijken, doe je het nu goed genoeg? Ben je op het juiste niveau bezig? En de derde is een voorbeeldmaatregel. Een manier waarop je dat zou kunnen doen in de praktijk om te zorgen dat je aan die norm gaat voldoen. Nou, ik zeg al voorbeeldmaatregel en dat is omdat de eerste en tweede deel, dus de norm plus het toetsingskader, dat zijn de dingen die zometeen verplicht zouden zijn. De voorbeeldmaatregel is een manier om aan die verplichting te kunnen voldoen, maar het is niet de enige manier. Wel valt te verwachten dat als je die voorbeeldmaatregel volgt, dat je dan de meeste ondersteuning zult vinden, hetzij bij andere organisaties met wie je samen op kunt trekken, hetzij bij organisaties die je landelijk ondersteunen, zoals de verschillende partijen die ook rechts in beeld zijn. Als we het nou iets concreter maken, dan kijken we naar bijvoorbeeld hoe een maatregel als twee-factor-authenticatie in het normenkader terugkomt.
Nou, dan zien we dat twee-factor-authenticatie die valt onder wat we noemen norm SM02. Security management, zoals we net al zeiden. En daar staat inderdaad het uiteindelijke doel. Gebruikers moeten uniek identificeerbaar zijn. Dat zegt nog weinig over hoe of wat. En het zegt nog niet dat je twee-factor-authenticatie moet doen. Dat komt wel terug in het toetsingskader. Daar zien we dat twee-factor-authenticatie afgedwongen moet worden. Maar oké, dat is nog steeds best wel abstract. En dus concretiseren we toch een slag verder in die voorbeeldmaatregel. En dan zie je inderdaad dat er uitgelegd staat, bijvoorbeeld bij inloggen via internet, intranet. En dat er expliciet benoemd is, hey, als je heel jonge gebruikers hebt, dan gaat dat misschien niet. En dan zul je dus misschien een andere invulling daarvoor moeten gaan zoeken. Op die manier zal de voorbeeldmaatregel dus het meeste aansluiten bij de realiteit die in het onderwijs gebruikelijk is. Nou, dat is allemaal nog van buitenaf geredeneerd. Hè? Dat zijn de normen die daarop worden toegepast. Maar als je nou één stap dichterbij zet en kijkt in zo'n organisatie, een schoolorganisatie, maar eerlijk gezegd elke andere organisatie ook. Hoe gaat informatiebeveiliging dan in de praktijk? Nou, uiteindelijk zijn er 5 activiteiten die daarbij horen. De eerste activiteit is identificeer risico's. Want informatiebeveiliging draait om het reduceren en het beheersen van informatierisico's. Pas als je die risico's in de smiezen hebt, kun je er dus ook iets aan gaan doen. En dat betekent dus dat je aan kunt sluiten bij landelijke initiatieven op dat vlak, maar ook dat het kan zijn dat er specifiekere risico's zijn die in jouw organisatie aan bod zouden komen. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat als je een van de prinsessen op school hebt, dat het dan maakt dat hackers eerder naar jouw school zullen kijken dan naar die van de buren. De tweede stap is maatregelen kiezen. Verschillende maatregelen die je kunt treffen, technische, organisatorische, personele maatregelen, om te zorgen dat het allemaal veiliger wordt. En daarvoor kun je dus die voorbeeldmaatregelen gebruiken. Dan kun je die maatregelen iedere keer ad hoc toepassen, maar voor iedereen is het makkelijker als er duidelijk beleid is. Als er een overkoepelende richting is voor hoe je dat inricht in jouw organisatie. Vervolgens ga je de verantwoordelijkheden daarvoor beleggen. En daarvoor is het belangrijk dat het niet alleen bij de informatiebeveiliging, bij de ICT-afdeling terechtkomt, maar dat je lijnmanagers daarvoor verantwoordelijk maakt. Dat is de afdeling P&O, dat is de afdeling financiën, dat kan vanuit het onderwijs zijn. En op die manier maak je daar dus eigenaarschap. Maak je eigenaarschap duidelijk dus. En die lijnmanagers, ja, die zijn dan verantwoordelijk voor informatiebeveiliging, maar die moeten daar wel de juiste expertise voor hebben. En die laat zich dus daarbij ondersteunen door de informatiebeveiligers die in je organisatie actief zijn. Nou, dit is de realiteit zoals degene op wie jullie toezien hem zo meteen zullen ervaren. Het is dus niet iets dat aan jullie is om te doen, maar wel wat goed is voor jullie om te realiseren dat dit is hoe het zo meteen zal gaan. Nou, dan is dus de vraag, oké, als we risico's gaan identificeren, wat zijn dan de grootste risico's? Nou, dan zien we dat risico's meestal ontstaan door dreigingen van bewuste actoren. Nou, bewuste actoren, dat klinkt wat academisch, maar dat is dus bijvoorbeeld inderdaad een hackersgroep die geld wil verdienen door jouw systemen te gijzelen. En die bewuste actoren die kunnen van buiten afkomen, en dan gaat het inderdaad meestal om criminelen, en die kunnen van binnenuit komen. Ik bedoel, in een schoolorganisatie kunnen we ons allemaal voorstellen dat er leerlingen zijn die niet zo tevreden zijn met hun cijfers en die dus op zoek gaan naar manieren om die aan te passen. Ook dat voorkomen valt onder informatiebeveiliging. Wil je inzicht krijgen in wat die grootste risico's zijn, dan is een belangrijk hulpmiddel daarbij het dreigingsbeeld funderend onderwijs. Ook dat is via internet te vinden, maar dat wordt ook gewoon meegestuurd in de materialen die achteraf worden gedeeld. Vaak krijgen we vragen naar de actualiteit van dit soort lijsten. En eerlijk gezegd, deze lijst is de afgelopen jaren niet echt veranderd. Veel van deze risico's blijven actueel en het blijft belangrijk om daar nadruk op te leggen. En de belangrijkste dreigingen die we in 2023 hebben aangegeven zijn datalekken, bekende waarschijnlijk, DDoS aanvallen, het plat proberen te leggen van de infrastructuur van de organisatie, ransomware, gijzeling van ICT-systemen, afhankelijkheid van leveranciers en clouddiensten, daarover zo meteen nog iets meer, en identiteitsfraude en manipulatie van data. Chique woorden voor leerlingen proberen hun gegevens aan te passen. En dit is dus daarmee ook een bruikbare kapstok wanneer je het gesprek aangaat met de bestuurder.
dan kun je deze onderwerp pakken en praten over, hey, gebeurt dit in jullie organisatie? Is dit iets waar jullie de aandacht voor hebben? Nou, over die aandacht gesproken, uiteindelijk is het belangrijk dat aandacht voor informatiebeveiliging cyclisch plaatsvindt. Informatiebeveiliging is niet iets dat op een gegeven moment af is. Het is iets dat je begint. Oh, ik heb even mijn kaartjes in de war. Heel goed, ik heb een goede kaartje weer gevonden. Cyclische aandacht voor informatiebeveiliging inderdaad. Het is belangrijk dat je dat herhaalt. Plan, do, check, act zijn termen die niet alleen in de informatiebeveiliging terugkomen. Dus die zullen voor u bekend voorkomen. Nou, die informatiebeveiliger, we hebben hem eerder al genoemd, die heeft vaak een belangrijke rol in check. In nagaan, is het allemaal goed geregeld? En daarmee kan dat dus een belangrijke aanjager zijn. Als de informatiebeveiliger opmerkt dat dingen niet zo goed geregeld zijn, dan is dat vaak degene bij wie het gesprek ontstaat om naar verbetering te gaan kijken. Maar idealiter laat je het daar in je organisatie niet van afhangen. Door die cyclische aandacht blijf je aansluiten bij de realiteit en blijf je zorgen dat de maatregelen die je treft passen bij wat er op dat moment in jullie organisatie gaande is. Op deze slide staat ook een bepaald initiatief van de Raden genoemd, de Digitaal Veilige Jaarcyclus. De Digitaal Veilige Jaarcyclus is een product dat in ontwikkeling is en dat bedoeld is om bestuurders te ondersteunen in hun verantwoordelijkheid om te sturen op informatiebeveiliging en privacy. Dus dat is een ideaal beginpunt voor die bestuurder om zelf aan de slag te gaan. Nou, oké, okay, dat is een hoop. Waar beginnen we dan? Nou, en ten eerste is de vaststelling dat hele normenkader dat gaat niet morgen geïmplementeerd zijn. Ook morgen nog gaan er dingen zijn die de schoolorganisatie niet heeft geregeld. En net zoals je tijdens een verbouwing toch een plek nodig hebt om te slapen, zo heb je ook terwijl je werkt aan het normenkader ook nu al een veilige schoolorganisatie nodig. Daarvoor hebben we een lijst met basismaatregelen opgesteld. In de lijst met basismaatregelen kun je zien als het tentje in de tuin tijdens je verbouwing of als je het iets meer luxe aanpakt, het vakantiehuisje waar je in de tussentijd onderkomen vindt. Dat zijn de dingen die nu al essentieel zijn om te doen om te zorgen dat het niet uit de klauwen loopt. En als je op die lijst kijkt, zul je zien dat er veel dingen tussen staan die in veel organisaties ook al gebruikelijk zijn. Daarnaast komt er steeds meer landelijk ondersteuningsaanbod beschikbaar. En dan bedoelen we dus inderdaad verschillende producten en diensten waar scholen gebruik van kunnen maken om te zorgen dat het voor hen wat haalbaarder wordt om aan die verplichtingen te gaan voldoen. En dan hebben we het dus bijvoorbeeld over die ondersteuningsproducten. We hebben het over een digitale brandweerfunctie die wordt ingericht. En we hebben het ook over samenwerkingsnetwerken waar scholen nu al bij zouden kunnen aansluiten, zoals het netwerk UWP. En om scholen stapje voor stapje naar het hoger niveau te helpen, komt er ook een groeipad. Een groeipad dat dus beschrijft hoe stapsgewijs er naar dat hoger niveau van volwassenheid te werken is. Het groeipad dat is voorzien voor juli 2024. Nou, als we nu twee lessen nemen die we jullie voor vandaag mee willen geven, dan zijn er twee inhoudelijke informatiebeveiligingslessen. En de eerste is: informatiebeveiliging begint bij de bestuurder. Want voor een kleine organisatie is voldoen aan het normenkader echt veel werk. En ook de bestuurder is ook wettelijk eindverantwoordelijk voor informatiebeveiliging. Dus hoewel het aantrekkelijk kan lijken om informatiebeveiliging te decentraliseren en te zeggen, nou, we laten dat aan de individuele scholen over, is dat eigenlijk geen haalbare kaart om te zorgen dat er te voldoen is aan die verantwoordelijkheid van de bestuurder. Wel is het natuurlijk zo dat als het bestuursbureau de drijvende kracht is achter informatiebeveiliging, dat het nog steeds aan de individuele schoolleiders is om veel van dat informatiebeveiligingsbeleid in de praktijk ook te laten werken. En de tweede les is dat informatiebeveiliging meer is dan alleen ICT. Ik noemde het net al terloops, namelijk mensen, processen en techniek spelen een belangrijke rol in het waarborgen van informatiebeveiliging. Kijken we naar het funderend onderwijs, dan zien we dat er veel uitbesteed wordt. Veel clouddiensten, veel externe leveranciers die de ICT regelen. En op zich is dat geen enkel probleem. Dat is vaak een goede manier om te zorgen dat er technisch kundige mensen gaan kijken naar de ICT. Wel is het zo dat het dan heel belangrijk is dat het gesprek met die leverancier goed verloopt. Want je kunt niet zelf je firewall instellen. Je kunt niet zelf zorgen dat mensen sterke wachtwoorden gebruiken. Je bent van die leverancier afhankelijk. En dat maakt dus dat informatiebeveiliging in zulke gevallen verschuift naar de inkoopfunctie. En dat juist de contractonderhandelingen essentieel zijn om daarin het goede gesprek te gaan voeren.
Nou, de vraag is nu, wat kun je dan vragen als je toezichthouder bent en je wilt strak toezicht houden op digitale veiligheid? Nou, we hebben in totaal 7 verschillende dingen gevonden die jullie kunnen vragen. En hier stip ik er 2 vast aan. De andere 5 vinden jullie in de materialen die je achteraf krijgt opgestuurd. En de eerste is specifiek als je het er nog nooit over hebt gehad. Dan is de vraag, oké, zijn jullie op de hoogte van de ontwikkelingen rond het normenkader? En hoe werken jullie eraan? Dat soort vragen staat dan centraal. Zijn je gesprekken daar al een beetje voor op gang gebracht? Dan is het eerste om op door te vragen de governance, de manier waarop de aansturing plaatsvindt. Om te zorgen dat het niet alleen bij de ICT-afdeling ligt en om te zorgen dat de bestuurder inderdaad het beginpunt is van de initiatieven op dat vlak. Nou, we hopen dat deze taken in ieder geval op weg helpen op het gebied van het doorvragen van informatiebeveiliging. Maar ook is het zo dat als je vragen wilt stellen over privacy, dat er dan al een belangrijke handreiking daarvoor is. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft namelijk een tijdje geleden al een handreiking gemaakt voor de Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht om door te vragen bij het toezicht op het gebied van privacybescherming. En die handreiking vind je ook gelinkt in de materialen achteraf. Nou, dit is wat ik met jullie wilde delen. Ik nodig nu Arjan graag terug uit om te vertellen wat jullie met mij willen delen. Arjan, ik heb begrepen dat er misschien wel vragen zijn gesteld. Precies. Er zijn een paar vragen binnengekomen in de chat. En de eerste vraag, is er ook een soort lijst beschikbaar met risico's? Wat mensen kunnen gebruiken ook als een soort van vertrekpunt om het gesprek hierover te openen? Nou, heel goed. Op zich kunnen risico's natuurlijk organisatiespecifiek zijn. Het is altijd goed om daar oog voor te houden, maar scholen lijken ook wel weer een beetje op elkaar. En dat moeten we ook niet doen alsof dat niet zo is. En een belangrijke plek om dan te kijken is dat dreigingsbeeld funderend onderwijs dat ik noemde. Je kunt dat ook terugvinden via de link in de materialen achteraf. Daarin wordt uitgebreid toegelicht wat die belangrijkste risico's zijn en op welke manier die in de schoolorganisatie voor problemen kunnen zorgen. Heel goed, dankjewel. Tweede vraag is, Erika, meneer Spieker, moet ik bij het aanbod ter ondersteuning ook denken aan een ISMS. Ken jij dat? ISMS, een Information Security Management System. Inderdaad, en dat is een soort dashboardfunctie om bij te houden hoe het staat met je risicobeheersing. Nou, dat is het soort dingen waar je zeker aan kunt denken. Ja. Ik weet niet of die op dit moment al gebouwd wordt. We hebben het over een tijdpad tot 2027. En de gesprekken over wat daar een goede ondersteuning in zou zijn, zijn ook nog gaande. Dus er worden nu dingen ontwikkeld, maar we blijven ook voortdurend in gesprek met het funderend onderwijs, om te horen wat op dit moment voor hen betekenisvolle ondersteuning zou zijn om te helpen bij de uitdagingen waar zij voor staan. Heel goed, ja, wachten we even af. Er zijn best veel schoolbesturen, wat kleine schoolbesturen hebben, die hebben die IT helemaal uitbesteed. Als er nou één ding is wat je hen nog echt zou willen meegeven, want ik kan me voorstellen dat het voor hen best wel veel is en een enorme kader. Ja, dus wat moeten zij echt onthouden van wat jij gezegd hebt? Dat de inkoop heel erg uitmaakt. Zorg dat je er op tijd over praat met je leverancier. Zorg dat je erover blijft praten met je leverancier. Want dat is dan waar heel veel van het effect gesorteerd moet worden. Ja. Dus dat is inderdaad de juiste scherpe vragen daarover stellen. En ook daar gaan we de komende tijd uitgebreider bij ondersteunen. Heel goed. Dankjewel voor je heldere toelichting. Nou, ja. Graag gedaan, Arjan. En jullie ook bedankt. Marjan, dan inderdaad. Pie, bedankt voor jouw heldere uitleg van een heel ingewikkeld en omvangrijk dossier. Voor we echt gaan afsluiten, even nog herhalen wat jullie kunnen verwachten in de mail over een aantal dagen, een weekje. De terugblik op het webinar, de link daarnaar. De presentatie die gegeven is met nog extra aantekeningen. Antwoord op vragen die gesteld zijn. Links naar het omvangrijke ondersteuningsaanbod, wat ook al meerdere malen aangegeven is. Dat is het, maar we zullen jullie allerlei linkjes meesturen waar je het kan vinden. De opname, link had ik al genoemd. En een evaluatieformulier waar we heel blij mee zijn als jullie dat willen invullen. Die informatie wordt in ieder geval gedeeld. En we hebben, volgens mij ging het niet helemaal goed in de volgorde, maar de vraag die we aan het begin gesteld hebben van hoe voelen jullie je in staat om toezicht te houden, willen we nog een keer stellen. Ja. Dus wij zijn heel benieuwd of die nu in beeld komt. Hij. En
In die vraag vragen we jullie te scoren op een schaal van 1 tot 5, waarbij de 1 volgens mij staat van ik voel me helemaal niet in staat om dit te doen. En de 5, prima, ik heb het onder controle. Ik voel me daartoe in staat. Dus wil de vraag aan jullie om daar weer je antwoord op te geven. En zullen we verklappen wat de eerste score was? Ja, het lijkt me goed. Ja, ja, weet jij hem nog? Ja, volgens mij was het 2,6, 2,7. Ja, 2,6, 2,7. Dus half zo van... Verrast jou dat? Of klopt dat met het beeld wat jullie ook vanuit de VTI en VTK hebben? Het klopt wel met het beeld wat ik heb dat het een lastig onderwerp gevonden wordt. En dat er zeker een grote groep is die zegt van nou, ik voel mij nog niet in staat om dit echt heel goed te doen. Ja. Dus... En nu was er best veel animo in van onze optiek voor dit webinar. Merken jullie dat verder ook dat hier vragen over binnenkomen, dat dit een onderwerp is wat steeds meer speelt ook? De vragen komen nog niet, maar sporadisch. Maar ik hoop dat ze na aanleiding van dit webinar wel gaan komen. Ja. En dat daarmee dus het onderwerp ook meer op de agenda komt en blijft. Ja. Want dat is zeker ook het belang. Ja. Oh, we krijgen nu de score binnen. En als ik het goed zie, is hij gestegen naar 3,2. Ja, nou, dan hebben we met dit webinar in ieder geval al wat bereikt. We hebben nog een tweede vraag aan de kijkers van dit webinar. En die is van, welke onderwerpen of ondersteuning zouden jullie graag willen hebben om in het kader van veilig digitaal veilig onderwijs, ik moet de vraag even goed stellen, wat kunnen jullie gebruiken? En die antwoorden zouden we graag in de chat zien. Want dat is het makkelijkst om onderwerpen, suggesties, in welke vorm. Alles is welkom om het onderwerp verder te brengen. Dus wij gaan dit zo een beetje schuin zien, hopen we. Welke suggesties verwacht jij, Arjen? Nou, ik had gezien dat voor sommige van de andere onderwerpen jullie handreikingen... hebben, dus dat je daarmee echt toezichthouders verder helpt. Ja. Nu weet ik niet helemaal zeker, want als je kijkt naar het verhaal van Pien, het is natuurlijk al best wel veel informatie ook beschikbaar. Dus ja. Ik zou zelf wel benieuwd zijn of dan die beschikbare informatie is wel veelal gericht op misschien andere doelgroepen. Mensen, functionarisgegevensbescherming of IBP'ers binnen de school. Dus nou, dat is denk ik wel echt een oprechte vraag voor ons. Ja, of er nou specifiek voor de toezichthouder behoefte is aan iets anders. Of dat eigenlijk die documentatie die daarvoor is. Al voldoende is. Voldoende is. Of dat reacties op die vraag van jou zijn ook welkom. Ja. Dat. Verder denk ik. Is het, weten we het volgens mij nog niet zo goed. Hoe we verder gaan met dit webinar. Ik zie nu. Een paar dingen verschijnen op het scherm. Hoe snel? Even kijken. Dat zijn nog vragen. Oh ja, ik kan me voorstellen dat er ook nog eigenlijk een aantal vragen zijn binnengekomen die gericht waren aan Pie. Die konden we net niet meenemen. Maar die zullen we denk ik ook in de terugkoppeling achteraf zullen we die een plek geven. En kijken hoe we daar... Ik zie wel een kreet van een incident response plan. Dat is iets, ik heb ook wel eens gehoord, kan ik me ook voorstellen, van doe gewoon een soort brandweeroefening. Wat gaat er mis als er iets gebeurt? Heb je gegevens nog ergens op papier staan? Dat soort dingen. Doe het een keer. Ja, volgens mij zijn er ook organisaties die je daarbij kunnen helpen en die weer gespecialiseerd zijn om dat echt te oefenen met scholen of met toezichthouders. Handreikingen zie ik binnenkomen. Nou, veel input. Er zullen vast veel vragen komen. Praktijkervaringen. Er zijn filmpjes over te vinden ook, begreep ik. Positief en negatief. Ja. Dus ik denk dat we ook even dit af moeten wachten. En daar onze lessen uittrekken. En dan doorgaan met de vragen die er zijn. Heel goed. Ja. Arjen, jij bedankt voor de input en de vragen en antwoorden. Kijkers, bedankt voor jullie belangstelling en de input die we gekregen hebben en de vragen. We kunnen hiermee verder en we zullen hier zeker nog op terugkomen. Dank voor het kijken. Ja, bedankt Marjan. Ja. Tot ziens.